Premier Lubbers en minister Van den Broek krijgen naar Moskou een boodschap mee van Amerika. De ETA heeft 5 bommen laten ontploffen in Bilbao. Puzzelen om het Nederlands kampioenschap. Goedenavond. De Amerikaanse regering wil graag dat premier Lubbers en minister Van den Broek bij hun komende bezoek aan Moskou onderzoeken of de Sovjet-Unie toch niet bereid is tot een afzonderlijk akkoord over de middellange afstandsraketten in Europa. De Russen hebben overeenstemming over deze kwestie gekoppeld aan een akkoord over ruimtewapens. Lubbers en Van den Broek zullen in Moskou opnieuw pleiten voor een afzonderlijk akkoord. Hun bezoek was al gepland. 20 november gaan ze. Daarmee zijn ze de eerste vertegenwoordigers van een NAVO-lidstaat die naar Moskou gaan sinds de Amerikaans-Russische top in Reykjavik. Overigens gaat minister Van den Broek eerst nog naar Washington om te overleggen met zijn Amerikaanse collega Schulz. De Baskische afscheidingsbeweging ETA heeft de afgelopen nacht 5 bommen laten ontploffen in de Spaanse stad Bilbao. 2 voorbijgangers werden licht gewond. De bommen vernielden de etalages van de 3 Franse automerken Renault, Citroën en Peugeot en een garage van Talbot. Een lid van de ETA had tevoren telefonisch de politie gewaarschuwd. De bommen ontploften vlak na elkaar binnen 10 minuten. De ETA richt zich de laatste tijd wel vaker op Franse doelen. Ze wil daarmee protesteren tegen de politiek van de regering Chirac, die van terrorisme verdachte Basken aan Spanje uitlevert. Vroeger was Frankrijk een veilig toevluchtsoord voor Baskische activisten. Na een terroristische actie konden die vaak enige tijd onderduiken bij hun vrienden in Frans-Baskenland. Daar is nu een eind aan gekomen. Nog de afgelopen week heeft Frankrijk 12 Basken aan Spanje uitgeleverd. Daarop zijn de bomaanslagen op Franse maatschappijen in Bilbao kennelijk een reactie geweest. Nicaragua heeft gevraagd om een speciale zitting van de Veiligheidsraad. Dat melden goed ingelichte kringen in New York. Aanleiding is de ondertekening door president Reagan van een wet die 100 miljoen dollar vrijmaakt voor hulp aan de contra's in Nicaragua. Een commissie van het Amerikaanse congres heeft de minister van Justitie gevraagd een aanklager te benoemen die een onderzoek moet instellen naar de rol van de Amerikaanse regering in de strijd van de contra's tegen de Nicaraguaanse regering. Het besluit van de commissie hangt samen met verklaringen van de Amerikaan Eugene Hazenfest, die in Nicaragua gevangen werd genomen nadat zijn vliegtuig met wapens voor de contra's was neergeschoten. Volgens Hazenfest maakte die wapenvlucht deel uit van een programma onder leiding van de Amerikaanse geheime dienst CIA. De Sjiïtische militie Amal heeft vandaag vanuit de Zuid-Libanese stad Tyrus 3 Israëlische kanonneerboten beschoten. De Israëliërs schoten terug en troffen daarbij enkele gebouwen aan de boulevard. De 3 schepen patrouilleren voor de Zuid-Libanese kust sinds de Amal eergisteren een Israëlische piloot gevangen nam die met zijn parachute uit zijn neergeschoten vliegtuig was gesprongen. Amal heeft laten doorschemeren dat ze bereid is het over die piloot met Israël op een akkoordje te gooien. In christelijk Oost-Beirut is vandaag opnieuw een autobom ontploft. 6 mensen raakten gewond. Christelijke en moslimmilities hebben elkaar vandaag opnieuw beschoten over de scheidslijn tussen Oost- en West-Beirut. Eigen land nu weer. Zaterdagavond, puzzelavond, maar vergis u niet, met die onschuldige tijdspassering zijn miljoenen guldens gemoeid. Immers in ons land gaan jaarlijks 10 miljoen puzzelboekjes over de toonbank. Wij zijn goed voor 1 miljard puzzels per jaar, wel of niet opgelost. Dat oplossen van puzzels stond vanmiddag centraal in de Utrechtse jaarbeurs, waarvoor het eerste Nederlandse puzzelsportkampioenschappen werden gehouden. Dit wordt de 4e en tevens laatste ronde van het voorrondespel van de eerste Open Nederlandse Puzzelsportkampioenschappen. Ik wens u heel veel succes met deze 4 ronden en u mag nu uw enveloppes openmaken. Het maximale aantal van 500 deelnemers kon uit 4 soorten puzzels kiezen. De kruiswoordpuzzel, het cryptogram, de doorloper en de rubriek allround. Na de eerste 4 ronden bleven er in elke groep de 25 besten over die onderling gingen uitmaken wie in elke groep weer de allerbeste was.
Taalvaardigheid speelde dus de hele middag een voorname rol. Maar ook de snelheid speelde mee, want prikklokken legden de juiste tijd vast waarin de puzzel werd opgelost. De vier winnaars waren uiteindelijk mevrouw de Rijk uit de Meren in het kruiswoordpuzzelen, mevrouw Roos uit Nieuw-Vennep bij de doorlopers, de heer Slot uit Assen bij de cryptogrammen en de heer Van der Harst uit Delft in het allroundspel. In dat finale spel onder leiding van Bob Bauma werd mevrouw Roos de winnares en mag zich voorlopig Nederlands puzzelkampioene noemen. En dan nu het nieuwsoverzicht. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Nothomb, is afgetreden. In 1985 kwam hij al in opspraak omdat hij weigerde zijn ontslag in te dienen als die minister die verantwoordelijk was voor de ramp in het Heyselstadion, waarbij 39 mensen om het leven kwamen. Vanmorgen bleek de taalstrijd het struikelblok. Nothomb slaagde er niet in een oplossing te brengen in de burgemeesterskwestie in de Voerstreek. De Vlaams-Waalse tegenstellingen werden er juist door verscherpt. Het is niet uitgesloten dat Shell zich uit Zuid-Afrika zal moeten terugtrekken. Dat heeft de directeur van de Shell-vestiging in het land vandaag opnieuw gezegd. Tegen zijn bedrijf worden in verschillende landen boycotacties gevoerd, onder meer in de Verenigde Staten. Op het moment dat die acties ernstige schade veroorzaken, zei hij, zal Shell zijn activiteiten in Zuid-Afrika opnieuw moeten overwegen. De Groningse commissaris van de Koningin, Vonhoff, heeft vanmiddag een klacht ingediend tegen een demonstrant die hem in het gezicht spuugde. Dat gebeurde toen de voorzitter van het Olympisch Comité samen met de andere delegatieleden terugkeerde uit Lausanne en bij het Wereldhandelscentrum werd opgewacht door een 60-tal demonstranten. Tegen de demonstrant is procesverbaal opgemaakt wegens belediging. De eerste van de 8000 Sovjet-soldaten die deze maand worden teruggetrokken uit Afghanistan zijn terug op vaderlandse bodem. Ze passeerden vanmorgen de grens van Afghanistan met de Sovjet-republiek Turkmenistan en kregen daar een hartelijk welkom van hun landgenoten. Moskou heeft de terugtrekking van de 8000 soldaten aangekondigd als bewijs dat het streeft naar een politieke oplossing voor Afghanistan. En dan het weer. Herfstweer dus. Erwin Krol. Vandaag was stilte voor de storm. Nou ja, echt stormen, dat zal wel niet, maar het gaat in ieder geval hard waaien. En hoe dat komt zien we aan de hand van die weerkaart. Daar ten westen van IJsland, daar ligt een depressie en om die depressie heen stroomt allemaal lucht tegen de wijzers van de klok in. En overal waar het nou hard waait, is dat met behulp van zo'n zwart pijltje aangegeven. Bij ons was dat vandaag nog niet het geval, maar kijken we nu waar die depressie zich morgen bevindt, dan zien we dat die zich ten oosten van IJsland bevindt, maar bovendien dat wij inmiddels ook die harde wind hebben gekregen. En aangezien die depressie van plan is om een paar dagen op diezelfde plek zo'n beetje te blijven liggen, houden wij dus ook een paar dagen veel wind. Kijken we nou hoe dat er van bovenaf uitzag, dan zien we met behulp van deze foto van de oceaan, met daar die depressie, dat die depressie niet alleen veel wind met zich meebrengt, maar ook een hoop bewolking, waar het dan van tijd tot tijd uit regent. En al die bewolking die trekt netjes Europa in, zodat het de komende dagen daar heel anders uit gaat zien dan het de afgelopen week heeft gedaan. Hoe dat bij ons er precies uitziet, dat zien we aan de kaart van vannacht. We zien daarbij regen, temperatuur van een graad of 10. Nou, het zal niet continu regenen, maar van tijd tot tijd in ieder geval. En de wind gaat in de loop van de nacht toenemen naar een zuidwestelijke wind. Windkracht 7 langs de kust. In het binnenland zal dat nog wel ietsje zachter blijven. Maar morgen overdag gaat de wind ook in het binnenland toenemen. We krijgen dan een zuidwestelijke wind, windkracht 6. Regenen, nou, morgenochtend nog. Morgenmiddag af en toe een bui, maar ook droge periodes. Heel misschien even de zon erdoor. En verder de temperatuur een graad of 13. En aan de kust, daar kan meer wind staan, windkracht 7. Maar af en toe neemt hij ook toe tot windkracht 8, een stormachtige wind dus. En dan namorgen, ik zei het u al, blijft die depressie op zijn plaats liggen. Dat betekent regenachtig weer, veel wind ook, vooral veel wind. En dat betekent dat, als u ervan houdt, u de komende dagen volop de gelegenheid heeft om eens lekker uit te waaien. Tot zover het Havel-journaal. Goedenavond.